Apeldoorn een gemiddeld grotere, oudere populatie dan andere gemeenten? Eerst maar eens Filip. Apeldoorn is inderdaad een stad waar relatief veel senioren wonen. Op zich hoeft natuurlijk helemaal geen probleem te zijn. Hè, want het is gewoon heel belangrijk dat mensen, zal ik maar zeggen, in de maatschappij evenredig vertegenwoordigd zijn, zal ik maar zeggen. En veel senioren heeft ook bepaalde voordelen. Hè. En ik denk dat Apeldoorn een aantrekkelijke stad is om in te wonen. Het is een mooie stad in het groen, natuurlijk een mooi buitengebied. Dus een aantrekkelijke stad ook voor senioren om in te wonen. En ik denk ook dat senioren best ook wel een bijdrage leveren. Want ja, senioren moeten ook hebben af en toe verzorging nodig, zal ik maar zeggen. Zorgt ook voor een stukje werkgelegenheid voor jongere mensen, gezinnen en dergelijke. Dus op die manier zie je dat je elkaar allemaal nodig hebt. Bonnie, is Apeldoorn een oudere stad of niet? Relatief veel ouderen. En dat is eigenlijk historisch zo gegroeid. Hè. Van vroeger kwamen de mensen om rust te zoeken en dan kwamen ze naar Apeldoorn toe. Dus het is ook een beetje historisch gegroeid. Maar oudere stad, ik zou zeggen met een nieuwe jonge wijk, hè, komen steeds meer jongere mensen bij. Zuidbroek, Osseveld, Woudhuis. Je gaat de goede kant op. Want waar baseren jullie dit verhaal op? Dat Apeldoorn een oudere stad is? Want jij zegt historisch gegroeid. Je zegt het is gewoon een feit. Zal ik de feiten eens opnoemen? Ja, noem maar eens. Apeldoorn heeft geen grotere oudere populatie dan andere gemeenten. Toch is het zo dat de percentages van Apeldoorn op zich hoog zijn, maar ze liggen lager dan de omringende gemeenten. Want er wordt veel meer bejaard in Ede, omgeving Arnhem, omgeving Deventer-Zutphen. En daar sta je versteld van, hè? Maar dat is echt ik sta er echt van te kijken. Juist. Dat wordt ons elke keer toch wel onder de neus gewreven. Ja, het is alleen wel zo, als je het landelijk bekijkt, liggen we wel boven de gemiddelde, zeg maar. Maar goed, dat komt denk ik inderdaad uit het historische verleden. Ja, de grote steden, hè, daar trekken veel jongeren naartoe. Onze studenten gaan naar Amsterdam, Rotterdam enzovoort. En die blijven daar plakken. Dus vandaar dat daar dus een jongere populatie is. En wat niet studeert, dat blijft hier werken. En dus is nu wel eigenlijk de vraag voor de VSP natuurlijk. Ja, als ze steeds meer jongeren zijn, wat doet de VSP hier dan nog? dat is een hele grappige vraag. Maar het is natuurlijk niet zo dat er helemaal geen senioren meer zijn. Hè. Laten we wel zijn. Je hebt net zelf gezegd, Apeldoorn heeft nog, als je naar het landelijke gemiddelde kijkt, nog relatief veel senioren. En het is natuurlijk wel zo dat er voor de senioren toch wel specifieke problematiek is waar aandacht voor nodig is. En de VSP wil dus met name die aandacht proberen zo goed mogelijk te geven. Door ook in de raad, als er raadsvergaderingen zijn, ook tijdens de politieke markten, als het nodig is, aandacht te vragen voor bepaalde knelpunten. Ja, maar volgens mij doet de PSA dat ook. Ja, want ik heb net gisteren de voorzitter van Dorpsraad Uggelen gesproken. En er zijn bijvoorbeeld een heleboel seniorenwoningen die ze daar wilden bouwen. Dat is afgewezen, dus ze zijn nu heel erg kwaad. Dus ze zijn naar mij toegekomen, wil je er werk van maken? Goed, dat doen we. Dus het is niet alleen de seniorenpartij die zich druk maakt om ouderen. Wij maken ons druk om en ouderen, maar ook jongeren en de middengroep. Maar goed, wij zijn dan een seniorenpartij, maar wij kijken natuurlijk ook naar de rest van de bevolking. Het is niet zo dat wij alleen maar de senioren en de rest natuurlijk niet, hè, zo werkt het niet. Maar het is niet alleen PSA en VSP die natuurlijk kijken naar de senioren. Er zijn ook meer partijen die zeg maar op dat item aanhaken. Want dat is toch best wel onvrede. En om die reden zijn er toch ook mensen, zeg maar, die met name naar de partijen stemmen die toch voor de belangen van de senioren opkomen. Ja, je hebt het over de voordelen, hè? Het levert werk op. Onder andere, ja. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. Als we dan kijken naar het sociaal domein en het kostenplaatje, dan hebben we met bovengemiddeld meer ouderen landelijk gezien een wat hogere schadepost op dat punt, zeg maar. Hoe willen jullie daar een verandering in aanbrengen als VSP zijnde? Waarom zou ik een verandering moeten aanbrengen in een schadepost? Ik bedoel, we hebben nou eenmaal meer senioren. Nou, die mensen die moeten natuurlijk ook, hebben ook recht op verzorging als dat nodig is, zal ik maar zeggen. En dat is gewoon een gegeven. En dan is misschien in Apeldoorn het aantal senioren misschien iets hoger. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarom minder verzorging zouden moeten krijgen. Integendeel, in Apeldoorn zijn dingen juist relatief goed geregeld als je kijkt naar de ons omringende gemeente. Ja, maar ik hoorde net dat er niet zoveel senioren vergeleken met de andere plaatsen. Dus dat maakt het wel weer mee. Valt het wel weer mee. Wat we wel in Apeldoorn hebben, is natuurlijk wel veel zorg. Omdat we hier veel zorginstellingen hebben. Dus waar ik het net over had, de zogenaamde schadepost, wat niet is. Ja, die gaat dus ook naar die zorginstellingen. Hè? Ja. Maar die schadepost is tweeërlei uitlegbaar. Je kunt zeggen van, ik krijg een bepaalde pot uit Den Haag, maar je kunt er ook voor gaan vechten om meer uit Den Haag te krijgen. Ja, maar dat bedoel ik dus. Die pot, daar moeten dus ook al die zorginstellingen gebruik van maken. Of
Die maken daar gebruik van. Hè? Dus, en dat zijn niet allemaal senioren die daar zitten, hoor. Er zitten, ook jongeren. Ja, in we hebben de Hoendeloogroep en Beekberg hebben er heel veel. Dus. Nou ja, je hebt ook in Beekberg een afdeling met jongeren onder de 25 die daar zware handicap liggen na auto-ongelukken bijvoorbeeld. Hè? Dat is een hele vergeten groep, maar die kosten ook geld. Ja. Maar daar pleiten wij. Natuurlijk ja, nou, wij pleiten. In de vorige periode pleiten we ook al voor een HBOV hier in Apeldoorn. Dat willen we heel graag hier naartoe trekken. We hebben prachtige stageplekken, Gelders ziekenhuis. Laten we hier ook een officiële HBOV hebben. We hebben nu al 3-4 HBO's hier. Dus HBOV erbij. Prima. Meer studenten, meer reuring, meer jongeren. Ja. Ik zie je even kijken van, dat is een heel verhaal. Ja. Zie je dan ook weer kansen als de HBOV komt? Ja, dat sowieso natuurlijk. Ik denk dat het voor Apeldoorn belangrijk is, ook dat er meer jongeren weer naar Apeldoorn toegetrokken worden. Hè? Want op dit moment is de balans nog steeds negatief. Dus het is zo dat jongeren naar de grote steden gaan waar universiteiten of hogescholen zijn, zoals Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Enschede, Groningen, noem het maar op. Dus het zou mooi zijn als ook voor jongeren in Apeldoorn meer perspectief is, hè? Dat ze zeg maar ook meer in wat ze zijn opgegroeid kunnen blijven wonen. Want ja, dat is nog steeds een negatief punt in Apeldoorn, zal ik maar zeggen. En dat is, is wel belangrijk. Ja. Ik wil even gaan nu naar het thema wat meer zorg voor ouderen. Welke grote knelpunten komen jullie nu tegen? Wat voor geluiden horen jullie? Er zijn natuurlijk wel problemen en ook wat knelpunten. Maar de eerste indruk is toch wel dat al te grote problemen, dat toch wel een beetje voor zijn geweest, zal ik maar zeggen. Ook omdat Paul Blokhuis het zeg maar heel goed heeft aangepakt en op een goede manier zeg maar, het allemaal heeft gemanaged. Maar natuurlijk zijn er wel bepaalde dingen. Hè. Zo blijken er toch dat er senioren als aangeven van ik heb eigenlijk behoefte aan een seniorenwoning. Of in ieder geval een aangepaste woning, dat het toch best wel lastig is. Dus eigenlijk, ze zeggen er is geen tekort aan seniorenwoningen. Maar als je zeg maar in een moment in een levensfase komt, je het toch wel nodig hebt, kan het toch wel lastig zijn. En dan ga je toch via de WMO, moet je dan zeg maar toch vragen om aanpassingen in je huis te verrichten en dat soort zaken. Dus dat is nog wel een knelpunt waar eventueel wat aan zou moeten gaan gebeuren. Ja, maar dat is ook het punt van de doorstroming, hè, in Apeldoorn. Ja. Hè? We hebben de scheefwoners, we hebben een heleboel senioren die wonen in de grote eengezinswoningen, hè, in de Maten bijvoorbeeld. Die zou dolgraag naar een seniorenwoning willen gaan wonen. De huren. Stel dat ze iets van 400-500 euro nu betalen, gaan ze een seniorenwoning, veel kleiner huisje, en je moet in één keer 700 euro betalen. En dat hebben we ook tijdens de raadsvergadering aangekaart. Wat je nu zegt is niet waar. Er zit een regeling in de huurwet, dat je niet meer dan... 710. Afhankelijk van je inkomen. Want als ik naar mijn eigen schoonvader kijk, die zat op 400 euro huur in een gezinswoning. Hoefde maar 8 tientjes meer te betalen voor zijn woning nu in Kerschoten. Maar dat is niet helemaal waar. Dan heeft hij geluk. Want het is niet overal hoor. Nee, dat is juist de knelpunt. Je had het net over knelpunten. Het is zeg maar uitgezocht. Want we hebben ook zeg maar vragen gesteld over hoe zit het dan met die senioren die willen doorstromen. En het blijkt dan toch wel dat... Het is later onderzocht inderdaad. En ze hebben gekeken naar het inkomenseffecten van senioren zeg maar, die naar een seniorenwoning zouden willen doorstromen. Hè, zo is het. En dat doorstromen, heel vaak doen senioren dat niet, omdat ze net in een hoger plafond komen, zal ik maar zeggen. Dus je hebt zeg maar 4 niveaus qua inkomen op basis waarvan je mag een huis mag uitzoeken in de sociale sector, zal ik maar zeggen. Hè. Dus een sociale huurwoning. En heel veel senioren komen dus net, zeg maar, net wat duurder uit, waardoor ze duurder moeten gaan wonen. En om die reden dus wel afhaken om zeg maar, door te gaan stromen. Dus het is zeker wel een probleem dat de huizenmarkt, met name de sociale huurwoningen in Apeldoorn, wel degelijk op slot zitten. En daar hebben we ook zoveel werk van gemaakt om te zeggen van zorg dan voor als senioren in de knel komen, zorg dan voor dat er een regeling is, een mogelijkheid is voor die mensen om hun woning aan te laten passen. Hè. Daar hebben we ook vragen over gesteld. Het college is daar met een voorstel meegekomen. Juist om dat soort situaties toch voor te zorgen dat senioren in een huis kunnen blijven wonen. Omdat in ieder geval op die manier toch een beetje lucht in de markt komt, zal ik maar zeggen. Je bedoelt de aanpassing in de woningen. Maar we willen juist voor de jongere gezinnen de grotere huizen hebben. Als je senior bent, dan heb je geen 3-4 kinderen, normaal gesproken dan 3-4 kinderen thuis wonen. Dus je kan qua oppervlakte kan je ook wat met minder toe. Alleen die mensen zeggen, ik ga in een klein huis wonen en ik moet veel meer huur betalen. Dat is het punt. Nou, dat is precies het punt. Maar dat wil niet zeggen van als een senior zeg maar, door omstandigheden een aanpassing in zijn woning nodig heeft, dat niet kan krijgen. Op dit moment is de praktijk dat de doorstroming naar
seniorenwoningen gewoon erg moeizaam is. Stagneertje. En dan is het toch fijn dat op deze manier mensen wel geholpen kunnen worden. Ja. En daar gaat het om. Maar wat ik nou net gehoord heb, wij zijn natuurlijk ook bezig met huizen. Wat ik net gehoord heb van wooncorporaties, dat zij kunnen sommige huurwoningen gewoon niet kwijt. Omdat het geval is wat ik dus net vertelde. En nu gaan ze dus in seniorenwoningen, gaan ze jongeren zetten. Dus, en dan zegt hij, ja. Dus... Ja, maar het gekke is ook dat diezelfde woningbouwverenigingen zeggen van, nou ja, we moeten net iets duurdere huurwoningen gaan bouwen. Ook voor de senioren die niet kunnen doorstromen. Dus aan de ene kant heb je dus het probleem of het geval, de situatie, dat bejaardenhuizen geschikt worden gemaakt door jongeren. Terwijl aan de andere kant eigenlijk te weinig ruimte is voor de mensen voor wie het is bedoeld, zal ik maar zeggen. Dus er zit ergens iets gewoon niet goed. Ja, klopt. Dat is precies wat wij ook voor pleiten. Toch als een hoop werk voor de verkiezingsprogramma's van 2018. Ja, heel veel is ook op landelijke politiek. Hè. Lokaal kunnen we natuurlijk wel wat proberen mee te denken en wat te regelen, zal ik maar zeggen. Maar dingen zoals huurtoeslag en die verschillende grenzen, die verschillende niveaus. Ja, dat is allemaal zeg maar landelijk bepaald. Ja, maar ik kan er wel vragen over stellen. Ik bedoel, wij hebben dus net gisteren dan een gesprek gehad met de voorzitter van Uggelen. Dat er een aantal senioren wonen die gebouwd zouden worden. Dat het dus niet doorgaat. Dus je kan wel aan richting college gaan. God, waarom gaat het niet door? Wat is de reden? Wat is nou het probleem? Maar dat moeten we vooral gaan doen, want dat wil ik graag weten. Ja. Oké, gezinsstaat zouden we ook nog behandelen. Dus dat is eigenlijk het laatste stuk. Waarin voorziet Apeldoorn nog niet voldoende als gezinsstad? Mag ik even zeggen, ik ben helemaal niet eens met het woord gezinsstad. Hè? Apeldoorn, gezinsstad. Er zijn ook genoeg mensen die single zijn, of alleengaand, of alleenstaand, of weet ik. Dat is toch geen gezin? Dus waarom zou het gezinsstad zijn? Ja, wordt hier niet onbewust ook een soort leeftijdscategorie bedoeld door de gemeente? Ik vind het een beetje een rare uitdrukking hoor, maar dat heb ik altijd vanaf het begin gezegd. Het is wel een trend inderdaad dat veel meer gezinnen toch uit elkaar vallen, zal ik maar zeggen. En je steeds meer singles krijgt, maar dat is een trend die gewoon landelijk is, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ik vind wel dat Apeldoorn, als je kijkt naar Apeldoorn gezinsstad, Apeldoorn is voor een gezin zeker aantrekkelijk om te komen wonen. Hè. Het ligt dat centraal. We hebben goede voorzieningen in deze stad. Ziekenhuis, scholen, noem het allemaal maar op. Dus Apeldoorn is zeker aantrekkelijk voor gezinnen om zich te gaan vestigen, zal ik maar zeggen. En ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar zeg maar 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, had je ontzettende trek vanuit de Randstad, juist richting Apeldoorn. Juist omdat hier de voorzieningen zo goed waren. Huizen nog relatief betaalbaar, ook voor gezinnen, zal ik maar zeggen. Dus heel veel mensen zijn dan vanuit de Randstad richting Apeldoorn verhuisd. Tot slot wil ik met jullie even het geruchtencircuit ingaan. Het gerucht gaat dat jullie volgend jaar samen onder de Noemer 50 Plus een partij zijn. Wij? Ja, dat is wat Kom wij horen. Kom dat nou weer bij? Nee hoor, wij gaan gewoon als PSA verder. Zij gaan wel als 50 Plus verder. Dat is wel de bedoeling, ja. Dus dat heb ik wel begrepen, maar dus wij niet. Nee. Wij zijn dus met 50 Plus op dit moment de laatste eindjes aan elkaar aan het knopen, zal ik maar zeggen. Dus we zijn nog aan het bespreken van, het moet gewoon op een goede manier georganiseerd worden. Hè? Want we willen lokaal dingen goed geregeld hebben in Apeldoorn. Maar we hebben dan ook een lijntje, zeg maar, landelijk. En daar kunnen we ook van profiteren. Dus we willen gewoon alles goed op een rijtje zetten, alles goed afspreken. Maar het is zeker de bedoeling dat we als 50 plus verder gaan. Ja. Het is nu recestijd. Na het reces komen jullie weer terug in de raad voor het laatste stukje tot de verkiezingen. Wat is nou het eerste punt wat je wilt maken na het reces? Ha. Wij beginnen met, het idee heb ik al in het presidium aangekondigd, motiemarkt. De ideeënmarkt, dat de mensen dus met hun ideeën, met hun plannen, de inwoners van Apeldoorn, dat we een soort markt houden, zeg kraampje. Ik ben van plan om een speeltuin op te richten, noem maar wat. En dan de raadsleden lopen langs, zeggen, dat vind ik een goed idee van u, dit en dit en dat. He, die motie hebben we ingediend. Maar dat is toch al bezig? We hebben toch voor de gezinsstad, dat in Zuid op de markt, zeg maar, wat wordt georganiseerd om bij mensen te vragen van, wat vind je er aantrekkelijk van Apeldoorn als gezinsstad? Nee, dat is een heel ander idee. Motiemarkt, andere plaatsen hebben dat ook. Nee. Als iemand een idee heeft, een raadslid pikt het op en alleen raadsleden mogen motie indienen. Die gaan samen met die personen of personen dat idee uitwerken. Die gaat de motie indienen. Het wordt in de raad gebracht. Als de raad zegt dan, die motie nemen we aan of niet aan. Dan koppelen we weer terug aan die persoon. Het idee blijft, de motie blijft ook eigendom van de ideeënmaker. En zo kunnen we steeds meer
dichterbij komen. En dat is gewoon, maar, het werkt ontzettend goed. Maar wij als raadsleden luisteren toch naar de stad, we luisteren toch naar onze inwoners. En mensen kunnen altijd bij ons aankloppen als er vragen zijn, als er problemen zijn. En als er inderdaad een aanleiding is. Maar hoeveel noties heeft u al ingediend dat hij geluisterd heeft naar de mensen? Of we zijn al bijna. Ja, geeft niks. Niet echt een discussie ontstaat daar. Dat is ook een beetje voor bedoeld. We hebben best wel eens een keer moties ingediend. Bijvoorbeeld bij de meerjarenplanbegroting en dergelijke. Maar het gaat er mij eigenlijk om van... je luistert naar je inwoners. Mensen komen met vragen. Nou, in ons geval dan zijn het met name ook senioren. En als dat nodig is, zullen we zeker dingen onder de aandacht brengen. En het hoeft niet per se via moties te zijn. Het kan ook gewoon heel nuttig zijn om dingen gewoon bij de wethouder eventjes aandacht voor te vragen. Of op andere wegen, zeg maar, dingen voor elkaar te krijgen. Ja, want alleen als motie, je hebt altijd, zeg maar, steun nodig van andere partijen. Je moet toch een beetje de boer op met mensen praten. Van, goh, wat vind je dat idee? Samenwerken. Het is niet altijd de meest efficiënte methode om iets voor elkaar te krijgen. Ja, maar dit is gewoon een heel ander idee. We gaan in de burgerzaal, zetten we allemaal kraampjes neer. De mensen komen met hun ideeën, gaan achter het kraampje staan. De raadsleden lopen langs en die pikken het idee op. En die gaan samen met die persoon, gaan we samen dus die motie maken. Gaan we samen indienen. Ik vind het wel een sympathiek probleem. Ik wil het zeker wel een keer proberen. Dat hebben we... het is ingebracht. Ingebracht. En nu gaan we, presidiums aangekondigd. En na het reces gaan we daarmee verder. En het presidium gaat het waarschijnlijk, want iedereen vond het een goed idee van de partijen, gaan we het waarschijnlijk gewoon opzetten. Oké. Okay. Dan nog even Filip, de VSP. Waar gaat die mee uit de startblokken komen na het reces? Ja, nou ja, goed. Na het reces hopen we natuurlijk 50 plus... te zijn of dan toch heel snel te worden. Dus wij gaan heel veel energie steken in de transformatie van VSP naar 50+. Kijken hoe we, zeg maar, de verkiezingen ingaan. En gewoon op een goede manier de politieke partij vorm te geven. En dat moet op dit moment gewoon gebeuren. Heeft nu onze hoogste prioriteit. En dat is het gewoon even. En we gaan gewoon ons uiterste best doen om voor de senioren in Apeldoorn op een goede manier 50+ vorm te geven. Zodat we betrouwbaar, met goede onderwerpen, op een goede manier, zeg maar, de Apeldoornse senioren kunnen vertegenwoordigen in de raad. Dankjewel voor je komst. Tot je dienst.